Dag beste kijker. De kans dat u vandaag de paraplu moet bovenhalen is klein. De kans dat u een streepje zon krijgt is ook klein. We blijven grotendeels onder de wolken zitten, ook deze namiddag. Misschien valt daar lokaal een druppel uit. Op de meeste plaatsen gaat het droog blijven. En er is wat minder wind dan gisteren, dus ja, het voelt allemaal nog niet zo slecht aan. Maar ja, de zon laat het afweten. We gaan dus onder dit pak wolken blijven zitten. Nu wat verder zijn er wel opklaringen, maar dat is pas voor vannacht. En dan voor morgen, ja, belooft het een mooie dag te worden. De hoogdrukkern schuift wel verder op naar het oosten. Een storing komt dichterbij, maar aan de voorzijde hebben we voor morgen aangenaam herfstweer. 'S Avonds en 's nachts gaat dan die storing over het land trekken met regen. En dan donderdag in de loop van de dag mogen we vanaf het westen opnieuw wat buien of wat regen verwachten. Tegen vrijdag gaat deze hoge druk alweer zorgen voor droog weer en voor geregeld wat zonneschijn. Maar tegen dan zitten we in gevoelig frissere lucht en gaan de temperaturen lang niet meer zo hoog klimmen als vandaag. Het gaat tot 12 of 13 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen en Brussel. En misschien lokaal zelfs een 14 graden. Mogelijk enkele opklaringen, zeker niet te veel. En een matige wind hoort daarbij. En dan vanavond en vannacht eerst nog redelijk veel bewolking. En vooral in de Ardennen kan er nevel en mist gevormd worden bij een temperatuur tussen 2 en 4 graden. Elders een temperatuur rond 8 of 9 graden. Met stilaan dus meer en ook bredere opklaringen. En zo kunnen we dan morgen genieten van veel zonneschijn. Aangenaam weer met temperaturen tot 15, ja, misschien lokaal 16 graden. Dus ja, best aangenaam wandel- en fietsweer. Overmorgen daarentegen, ja, dan starten we misschien nog weer met enkele opklaringen. Maar later gaan er alweer meer wolken met regen of buien over het land trekken. En we halen nog 11 graden, maar daarna komen we in frissere lucht terecht. En vrijdag gaat het kwik niet hoger geraken dan 8 graden. Het blijft wel meestal droog, ook wel meestal bewolkt, enkele opklaringen. En dan voor zaterdag kan er mogelijk wat neerslag vallen bij 12 graden. Vooral zondag, ja, kan toch opnieuw wat regen of buien over het land trekken bij 11 graden. Begin volgende week belooft het veel rustig te worden met ochtendgrijs, maar daarna geregeld toch ook wat zonneschijn en temperaturen dan in de buurt van 10 graden. En daar is verder niks meer aan toe te voegen. Nog een fijne middag en tot vanavond. Dag.